Carla. We zijn vandaag bij Carla. Carla woont nog thuis bij haar ouders en ik ben benieuwd of zij een echte waterbaas is. Hallo. Waar vervoer jij je water in? Nou, dat doe ik meestal in deze fles. Ik wil ook wel rekening houden met het milieu. Stel, er is hier zo'n lekkere vette pan en jullie hebben, ik weet niet wat jullie allemaal maken, maar gewoon even iets lekkers gemaakt. Ja. Wat doe jij dan daarna met die pan? Ga je het meteen afwassen of doe je het eerst even laten staan? Of... Ik week hem eigenlijk in water. En dan daarna was ik hem af, juist om het vet wat los te krijgen. Zo heb ik het eigenlijk geleerd. Oh, Carla. Het beste kan je hem dus even met een keukenpapiertje afnemen. Zo, oké, okay, ja, jeetje. We staan nu in de tuin. Ik zie toch wel echt een beetje veel tegels eigenlijk. Heel veel tegels. Die hebben we een paar jaar geleden helemaal opnieuw gedaan. Eerst hadden wij een hele grote, nou, groot veldje met gras, maar dat hebben we vervangen. Ja. Maar dat is niet echt waterproof, hè? Nee, daar zijn we laatst ook wel achter gekomen, ja. Ja. Weet je ook waarom het niet waterproof is? Omdat het gras het niet meer kan absorberen, het water. Ja. Mocht jij nou ook de waterbasencheck willen doen, ga dan naar de mobiele website en vul hem zelf in. Waar ik eigenlijk gewoon even mee zou beginnen, is gewoon even een tegeltje licht in de tuin. Ja. Groen. Zou ik stiekem doen.